Een goed personage voor verhaal en proza moet aan een aantal eisen voldoen. Het gaat erom dat hij qua karakter die eigenschappen heeft die makkelijk tot een conflict leiden. En met conflict bedoel ik daar niet zozeer bloed op het behang of elkaar de hersens inslaan. Dat is wat al te veel van het goede. Maar door zijn obsessiviteit bijvoorbeeld. En door de obsessiviteit van de tegenspelers ontstaat het conflict tussen de personages. Een personage in een verhaal of een roman, die moet per se iets willen, kosten wat het kost, voordat het verhaal of de roman is beëindigd. Dat is zijn enige doel. En daar heeft hij ook alles voor over. En soms gaat hij zelfs zo ver dat de lezer denkt, doe dat nou niet, dat is onverstandig. Maar ja, de lezer is zo geboeid geraakt door zijn obsessie, dat hij wil weten hoe dat verhaal afloopt met deze mensen, deze personages. Dus ze hebben een obsessief karakter. Ze willen per se één ding bereiken. En wat ik net eigenlijk al zei, het conflict moet dus ook uit het karakter voortkomen. Anders krijg je geen drama. Als het conflict voorkomt of het probleem wat zich voordoet, maar de hoofdpersoon kan er eigenlijk niets aan doen, omdat hij terminaal is of ernstig ziek of geestesziek, niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn daden, heb je geen drama. Dan heb je een nare geschiedenis, eerder een anekdote dan een drama. Een personage wordt pas interessant in het verhaal als hij verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn daden. Niet als hij pech heeft, als hij er niets aan kan doen. Dus hij moet vanuit het karakter, daarom vind ik dat ook zo belangrijk, dat het conflict vanuit het karakter voortkomt. Hij is gokverslaafd, hij heeft er alles voor over en brengt zichzelf en zijn omgeving daardoor in de problemen met alle gevolgen van dien. Nou, inderdaad, ja, ik hoor het ook bij mij in de klas als ik lesgeef, dat men geneigd is om te denken dat er moord en doodslag moet plaatsvinden. Dat komt wel voor, zeker in de boeken van Dostojevski, maar daar ligt dan toch een ander conflict onder. En eigenlijk is het fysieke gedeelte van het conflict, om het zo maar even te noemen, hè, dus die gewelddadige kant, is eerder een symptoom van het conflict dan het conflict zelf. Dus daarom... Het gaat er niet zozeer om, net zoals in Amerikaanse B-films, dat je om de 2 minuten een auto ziet ontploffen of een huis ziet instorten, zodat je als argeloze filmkijker het idee hebt, hey, er gebeurt iets, er is kennelijk een conflict, want nou vliegt alweer een auto in de fik. Dat is beslist niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat het conflict moet de drijfveer zijn van het handelen. De hoofdpersoon wil graag iets, heeft een obsessie, wil dat bereiken. Maar er is tegenwerk, meestal door andere personages die beslist niet willen wat de hoofdpersoon doet. Ik geef even een voorbeeld. Een vader van in de 60 heeft altijd een winkel gehad, maar die is het zat, die wil hem verkopen. Nou, zoon 1 wil per se niet dat hij de zaak verkoopt, maar dat hij de zaak aanhoudt. En zoon 2 wil weer iets anders, die wil uitbreiden van de zaak. Mijn vader zit die winkel zat. Nou, dat is dan een conflict wat dan tussen 3 mensen zit, waarbij alle 3 de personages het gelijk aan hun kant hebben. He, als de vader goed is neergezet op papier, begrijpen we dat hij wil stoppen met de zaak. He, hij heeft zijn hele leven in die zaak staan. Zoon 1 heeft weliswaar niet het geld, maar hoopt erop dat hij die zaak kan voortzetten. Die ziet anders ook geen mogelijkheden voor hem in de toekomst, behalve in die zaak, heeft hij altijd op gerekend. Maar financieel kan dat niet uit. En zoon 2, die heeft juist weer andere allures, die wil uitbreiden per se. En daar speelt het conflict tussen die 3 mensen die, als ze goed zijn neergezet op papier, alle 3 het gelijk aan hun kant hebben. En dat is ook een belang van een goed conflict, dat de schrijver alle personages met gelijke empathie behandelt. Dus niet de ene personage voortrekt wat sympathieker op papier zet dan het andere personage, waardoor de lezer geneigd is om, zonder dat hij het in de gaten heeft, voor personage A te kiezen, de vader bijvoorbeeld, of zoon 1 of zoon 2. En dan ben je de zaak aan het sturen. En dan haal je ook de spanning uit het verhaal weg, want je als schrijver weet je al lang hoe je het laat aflopen. En als de lezer ook aanvoelt, oh, personage B
heeft ligt de voorkeur van de schrijver, weet hij ook eigenlijk hoe het verhaal gaat aflopen. B krijgt gelijk op het eind. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van het verhaal. We moeten verrast worden. De lezer wil het hele verhaal volgen en op het einde verrast zijn over het aflopen. Dus die twist die op het eind moet zitten, waardoor de lezer denkt, oh ja, zo kan het ook, had ik niet gezien. Ja. Dus het conflict moet dus vanuit die drie karakters voortkomen, hè? Voorbeeld wat ik net noemde, en ook gelijkwaardig zijn aan elkaar, dat vind ik erg belangrijk. Beter gezegd, alle verhalen bepalen zelf hun perspectief. De schrijver heeft er niets over te zeggen. Die moet goed naar zijn verhaal luisteren. En welk perspectief heeft het verhaal nodig? Het zou bijvoorbeeld onzinnig zijn om het lijdensverhaal van Jezus Christus in de ik-vorm te gaan schrijven. Ja, want iemand die aan het kruis gestorven is, hoe doet hij dat? Hè? En dat is een voorbeeld waaruit blijkt dat het verhaal dat dus bepaalt. Een alwetende verteller bij een detective lijkt me ook niet zo handig. Als je op pagina 1 al weet dat het de butler is die het gedaan heeft, zou ik niet doen. En zo zie je dat ieder verhaal dicteert de auteur, de schrijver, welk perspectief het beste is. En daarom moet de schrijver niet zeggen, dit kan ik goed of dat kan ik goed. Hij moet maar zien dat hij zover komt dat hij alles goed kan.